De overheid moet werken aan een beter seniorenbeleid en zich daar ook echt aan houden. Dit zegt Brenda van Daal, directeur van Huize Asiana, in een interview met onze nieuwsdienst. Ze krijgt soms het gevoel dat senioren en organisaties die zich inzetten voor senioren een roepende in een woestijn zijn. Van Daal is ervan overtuigd dat de overheid een veel betere job kan doen voor de oudjes in Huize Asiana. Er is geld overal om van alles te doen, maar als het hierop aankomt, Asiana, dan zie je dat je echt moet roepen en bijna niemand hoort je. Er moet gewoon beter naar Asiana gekeken worden, want Asiana is het grootste, de grootste bejaarde instelling van het heel Caribisch gebied. En Asiana, als je kijkt naar de omgeving, zijn er zoveel mooie gebouwen, Asuria hiernaast. Je hebt de mall, je hebt Lalaroep en dan zit Asiana daartussen heel pover, heel armzalig. Het zou er veel beter uit moeten zien. Maar als ik mijn volledige subsidie kan krijgen die ik aanvraag, dan kunnen we ook voor de gebouwen zelf zorgen. Aanpak van de gebouwen. Tot nu toe doen we dat door middel van donaties. We vragen donaties hier en daar, donateurs, die dan een helpende hand bieden om een en ander op te knappen, maar we zien dat het niet voldoende is. Kijk, we zijn nu allemaal jong en dynamisch, maar eens hopen we ook zo oud te worden, als we die genade krijgen. Dus laten we die oudere mensen ook zo behandelen, zoals wij later behandeld willen worden. En dat geldt het echt voor de hele top tot beneden. Voor het ministerie, het personeel, de kinderen van de bewoners die vooral, want die laten het ook heel vaak afweten. Als mensen hier hun geliefde hebben gezet, is dat het meestal. Er wordt niet omgekeken naar de mensen, de goede niet nagesproken hoor. Dus ja, behandel de mensen nu precies zoals je later behandeld wil worden. De twee bewoners die onze nieuwsdienst ook sprak over de situatie in Huize Asiana, Judith Tilborg en Selma Bento, zien ook graag dat seniorenburgers een andere behandeling krijgen van de overheid. Voor wat Huize Asiana betreft roepen ze de regering op om zelf een kijkje te nemen en te zien hoe zaken daar aan toe gaan. En dit waren de lokale berichten in het journaal.